Welkom mensen bij weer een nieuwe aflevering van Minecraft Story Mode. En de vorige keer gingen we het eerste onderdeel doen. Gladiator, weet ik veel. En ja, toen waren we verraden door onze teampartner. Teamwork. En toen moesten we nu naar Hadrian's huis. En nu zijn we hier. En nu ga ik lekker rondkijken. Oh ja, en Petra is ook afgegaan. Dus wij zijn de enige. Zo. Damn, zorgens boeken zijn overal. Oké, tapglas. Ja, wegwezen, Bas. Lockout. De armor, look at. Wacht, ik ken die armor. Hey, is dat niet Tim's armor? Take! Oh, het is toch Tim's armor? Wat, hij vindt het goed dat ik het steel? You always sneak up on people. I give them hope. He gives them hope. Even pauze, mensen. Oké, ben weer terug. Is Tim even real? Treehouse? Oh nee, ze hebben onze huis bestormd! Ik zal nog... Oh nee! I won't lie, it's bad. Oh, het is lang geleden dat ik hem zag.
Wat? Het is de kaartjesman! Van de eerste episode. You're an idiot. You messed with the wrong guy. Je hebt een deal. Krijg ze wel eten? En dan... Hij kan echt heel snel bouwen. Bij een beeldspel kun je hem nooit verslaan, denk ik, volgens mij. Zo is ze nog. Upsetting Hadrian is fair. Upsetting Harry is worse, gewoon. He seems nice. But, maar de andere prisoners. We gaan samenwerken! We kunnen allemaal winnen!
Hou je kop en laat me praten. Je hebt gelijk, hij deed. We zijn beter dan Tim. Denk eraan wat we hebben. En we hebben een bodybuilder. We gaan vrij. Hopefully everyone will remember that. Behalve haar. De groene bodybuilder. Sterkte komt voor vrienden. Of kracht komt voor vrienden. We zijn gedoemd. Daar gaan we. De laatste onderdeel. Nu zo snel. I'm trying to listen. Oh ja, dit spel. Walls. Wacht, hebben. Welke hebben wij? Hij is bij elke kans een bodybuilder. I make it work. Make it. We moeten ook vechten tegen de gladiators. Wat? Okay, let's do this. The crafting table. Look at. Okay, laat even praten. Talk to.
my god, you're stupid. Focus, go, 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 go. Even kijken wat we hier kunnen. Dirt. Dig! We gaan er allemaal dirt zwaard maken. Wow, look at. Ja, even wat sneller hoor. Wow, look at. Kijk maar, we moeten echt even iets wat vinden. Dig! It is fight time! Oh nee! Do what you're gonna do! Let's... Wat? Hij geeft me zijn zwaard! All I had was dirt and gravel. Lay down your weapons. Hey, hey Hadrian, deal's off. You should join us. Join us, please. Let's go! Yep, met z'n allen naar victory!
You're shameful. Just admit you lost. The outlaws. Wat ben ik de outlaws? Over my responded body. Let's do this. Wow. Ze hebben hen bevrijd. I know you will be back. Een zwaard! Wauw! We hebben zo verschild! Alright, let's go. Welke kiezen we? Ik kies voor de diamond sword. Oh. You're back for another deal.
Hij is de strijd verloren. Shield! Ja! Kill him! Come on! Oh, dat was niet goed. Oh no! Oh no, 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 no! Wacht, ik heb nog een pickaxe. Ja, dood! En zij is dood! Let's go! Wow. Wij gaan winnen. Ja! Vaarwel. Oh. Lekker voor je. Je hebt nieuwe vrienden nodig. Oh, dus we gaan nu even tegen die chickens vechten. Alright. Doorgaan. Who wouldn't want to say?
Your journal. Your home is waiting. Say goodbye to Harper. Je moet hard werken. Take. The home support? Let's go! Zo, we zijn weer terug. Of course we did.
Wat zou ik? Select the item to. Ik denk dat ik er wel de Atlas. Nu gaan we de Redstone Heart. The white pumpkin, yes. The Eversource crown. We all return us home safe. Dat is een geweldig idee. Wat? Oh nee. We moeten hem stoppen. Why did you rescue during extreme? Who did you rescue him to? Did you make a deal with M or Nuts or Nuts in Lava Race? How did you finish the Lava Race? How did you deal with Hadrian in his place? Where did M go in the ends? Continue the man. Dat was het dan. Helm. Was er? Huh? Wat? Wat is dit? Oh, daar, hier zijn ze blad in een zombie dimension. Oh, wat is dat bedoelen ze? Dat bedoelen ze met dat spel. Oké, nou mensen, dit is volgens mij het einde van de hele Minecraft Stormwatch trilogie. Nou, het was een heel leuk spel om te spelen. We spelen allemaal leuke avonturen. Ik vond vooral episode 4 mijn favorietste. En ja, en ik denk dat het helaas niet meer doorgaat. Dus Minecraft Stormwatch. Dit was een ontzettend leuk spel om te spelen en ik hoop dat er weer een Minecraft Stormwatch 2 komt of nieuwe episodes. Nou mensen, hoop dat je genoten hebt van deze allerlaatste aflevering van Minecraft Story Mode. Vergeet deze Minecraft Story Mode niet te liken. Oh,
of mensen abonneren als je niets hebt gedaan. See you later bij de volgende game dat we gaan spelen. Doei! Vote or die, motherfucker, vote or die. Rock the vote or else I'm gonna stick a knife.